Ole Tobias, gefeliciteerd. Een 1-0 overwinning op FC Den Bosch. Anderhalve week voor de competitie start. Wat is het gevoel? Ja, goed. 1-0 overwinning. Goede dingen terug kunnen zien. Ook mindere dingen. Waar we wel moeten corrigeren. Maar ik heb wel heel veel lichtpuntjes gezien bij veel spelers. Als we keken naar jouw basisopstelling, dan denk ik dat we wel kunnen concluderen dat dit nog niet de basisopstelling is die volgende week zondag tegen MVV op de mat zal verschijnen. Nee, dat klopt. Ja, we hebben natuurlijk zaterdag de wedstrijd tegen Groningen, waar ik richting mijn basiselftal ga. En daar moet je wel bewijzen dat je ook recht hebt op die basisplek. Want vandaag heb ik ook goede prestaties gezien op meerdere posities. Dus de concurrentie is groot. Liggen wat dat betreft de verschillen tussen de spelers dicht bij elkaar? Is het echt een open concurrentiestrijd? Bij bepaalde posities wel, ja. Niet op alle posities, maar op veel posities wel. Maar ik moet zeggen, die jonge jongens ook, als ze meedoen, die pakken gewoon hun kans. Ze laten het zien, hun attitude is goed. Ze vechten voor elkaar en ze zijn met elkaar bezig. En dat was vandaag weer te zien. Misschien niet altijd het mooiste voetbal en die manier van druk zetten enzovoort. Maar ja, ze zijn wel bezig met elkaar. Ze zijn onderweg. Ze doen hun werk 100%. Ja, en daar begint het mee. En dan langzaam met ervaring en misschien ook vaker meetrainen, meer als team spelen. Ja, dan komt het de rest vanzelf wel. Maar ja, als ik zie hoe ze vandaag gewoon meedoen met Den Bosch, is gewoon een hele knappe prestatie. Met eigenlijk een team die niet echt samengespeeld zijn. Ben je nog veel wijzer geworden in dat opzicht? Nou, qua spelers zeker. Ja, ik zie ook dingen terug in de druk zetten, in de opbouw, dat ze daarmee bezig zijn. Maar met name de individuele prestaties, daar ben ik wel wat wijzer geworden. Ja. Over anderhalve week gaat het dan echt beginnen, de competitie. Ja. Heb je dan nu ook zoiets, daar zijn we nu wel aan toe dat het weer om het echi gaat? Of zeg je die voorbereiding, we hadden eigenlijk nog wel iets meer tijd willen hebben? Nee, ik van mijn gevoel zijn we er klaar voor. Ja, qua blessures ziet het er goed uit. Tim Reserveur heeft wel een beetje liesklacht gekregen deze week, dus die deed vandaag niet mee. Maar van de rest is iedereen bijna fit. Nu moet iedereen dan 9 minuten krijgen in de benen. Maar dat is toch iets anders dan iedere keer 60 of 75. Dus zaterdag spelen de meeste jongens weer 9e minuten. En dan zijn we er wel klaar voor, ja. Het is wel een mooie wedstrijd om je voorbereiding mee af te sluiten thuis tegen Groningen. Op papier wel, dat klopt. Het is een hele leuke tegenstander, Eredivisie. Kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Ja, je weet zelf niet waar je staat, kan je meedoen. Dus het kan alle kanten op. Maar voor mij is het belangrijkste dat iedereen 9 minuten gaat maken. Die 9 minuten moet spelen, zeg maar. En dan weer fit blijven. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als je dan ook kan afsluiten met een mooi resultaat, ja. Heb je Thibaut Lescois al wat extra instructies gegeven? Ja, ik weet niet of Robben vanaf rechts gaat spelen of 10 of gaat hij op de bank spelen, maar daar zijn we niet mee bezig. We zijn bezig met eigen kracht, ook tegen Groningen. En die uitstraling moeten we ook het veld ingaan zaterdag. Meer een dingetje van de pers, hè? Komt hij wel of komt hij niet? Ja, ik denk het ook. Misschien ook bij de jongens. Leuk om tegen Robben te mogen voetballen, maar Groningen hebben nog meer leuke en goede voetballers. Maar ja, ik ben er zelf niet bezig en ik denk ook meer dat het een item is voor de pers. Maar aan de andere kant ben ik natuurlijk ook blij om Robben terug te zien op de Nederlandse velden. Dankjewel, heel veel succes.